We gaan vandaag gevulde koeken maken. En wel 12 stuks. Op een plaatje van dit formaat kunnen er precies 12 op. En daar hebben we voor nodig een harde wenendeeg. Dit noemen we in de bakkerij een 1, 2, 3 deegje. 100 gram basterdsuiker, 200 gram boter, 3 gram zout, een theelepel citroenrasp, 300 gram Zeeuwse bloem en 6 gram bakpoeder. Die Zeeuwse bloem, daar hebben we het al heel dikwijls over gehad. Dat is een bloem die bakkers gebruiken, banket- en broodbakkers, voor koekjes. Een sportieve bakker die verkoopt het wel aan jullie. En anders verschillende molenaars in het land die verkopen Zeeuwse bloem. Het is een wat zwakkere bloem, er zit minder eiwit in, dus minder gluten. Stel dat je denkt van nou, ik wil toch gevulde koeken maken en ik heb alleen maar bloem uit de supermarkt. Dan is die gevulde koek ook mooi, maar die is wat strakker, die drijft wat minder. Dus hij ziet er wat strakker uit. Dat is het verschil tussen sterke bloem en zwakke bloem, want dat is Zeeuwse bloem. Je kan het heel goed bij speculaas zien. Als je speculaas van gewone patentbloem maakt, dan krijg je een heel strak koekje. Ga je het van Zeeuws bakken, dan drijft het, dan is het brosser. En dat geldt ook voor de gevulde koek. Het is heel geschikt voor koekjes en koeken. Maar nogmaals, het kan ook met gewone bloem. Stella gaat nu het deegje voor de gevulde koeken zetten. 100 gram suiker, 200 gram bloem, 3 gram zout en een theelepel citroenrasp. Ga jij dat nou eens lekker door elkaar kneden. Boter en suiker, altijd die volgorde. Eerst de suiker die wordt opgenomen door de boter. Juist, knijpen, dubbel vouwen. Dus we gaan Stella vandaag echt meer laten doen. Want er komen een heleboel opmerkingen dat je te weinig doet. Maar dat gaan we vandaag anders doen. Je bent net 11 geworden, dus ja, dan kan het ook wel, hè. Goed, kijk. Nu heb ik hier een losgeklopt ei. Maak eens een klein kuiltje. Nou ga ik dat weer niet wegen. Dat betekent dat ik zo'n 30 gram ei... Nou, dat gokken we. Dat klop ik even los. Als je een ei zo in een kommetje doet en je giet daar wat van dat ei bij, dan is het of het eiwit of de dooier. Dus dat moet even losgeklopt worden. Er blijft hier een half eitje over en dat gebruik ik straks om de gevulde koeken te strijken. Dat ei dat moet even door die boter en die suiker. Ja, zo moet je dat doen. Gewoon zo, ja. Je ziet hele kleine stukjes citroenrasp zitten, zie je? Zo is het goed. Let op. 300 gram Zeeuwse bloem, 6 gram bakpoeder. Kijk, en dan ga je dit doen. Weet je wel, zo. Zorg dat het niet op de grond valt. Dus, juist, zo. Weet je wel, zo. Juist. Kijk, en die krabber heb ik er weer bij om straks je handen schoon te maken, snap je? Dit kan in een schaal. Maar ik vond het nou leuk om het zo even te laten zien. Zo kan je echt, zo zie je een strakke houten werkbank. Zie je wat er gebeurt? Langzaam maar zeker wordt het geler en wordt de bloem opgenomen. Ja. Zo, nu ga je er een deeg van maken. Kijk. Je moet met bijna schone handen straks naar de wasbak doen, want anders dan ben je veel te veel kwijt. Opvouwen en dubbel vouwen. Kijk, dit doen. Zie je? Dit is een receptje voor 12 gevulde koeken. Het is vrij zacht, maar dat komt door al het kneden. En daarom gaat hij even de koelkast in. Je ziet die hele kleine stukjes citroen zitten. Zo. We willen er vrij snel wat van maken, dus we drukken het een beetje plat. En het gaat de koelkast in. Het deeg heeft een uurtje gerijpt. Hier gaan we 12 gevulde koeken van maken. Steker gekarteld 10 centimeter. Zo zijn gevulde koeken nu eenmaal. En in die 12 koeken gaat ongeveer 30 gram spijs per koek. Dus dit is 300 gram met een klein beetje losgeklopt ei. En ik kan wel zeggen 1 of 2 eieren. Dat gaan we kijken. Dit is spijs die ik gewoon in de supermarkt gekocht heb. Ik laat het ook op een ander filmpje zien hoe je het zelf kan maken.
Dus nu heb ik het eventjes gewoon gekocht. En een andere keer maak ik het weer gewoon zelf en dan heb ik het in voorraad. Ik doe eerst een klein beetje ei, want als ik gelijk alles erin gooi, dat doe ik gewoon met mijn hand hoor. Als ik alles in één keer omkiep, dan is het misschien te slap. Maar ook, je krijgt die klonten er niet uit. Want de basisspijs die je koopt, die is stevig. Dus als je al het vocht er gelijk bij gooit, in dit geval ei, dan nou, klonten. En dat is niet goed. Nog een beetje. Zo. En nu kijken we, gooi je er zoveel ei bij. Dit waren twee eieren. Dus voor deze 300 gram spijs heb ik ja, ruim een ei nodig. Dus ik slap het met zoveel ei af dat het prettig spuitbaar is. Maar niet te slap. Dus je zag mij gewoon in drie fasen er wat ei aan toevoegen. Als je het in één keer doet, klontjes en te slap en allemaal gedoe. Dus stapje voor stapje, want je kan niet meer terug. Zo, spijs hebben we klaar. Dit deeg heeft in de koelkast gelegen. Gaan we even doorkneden. De buitenkant is vrij stevig. De van binnen is nog een beetje zacht. Dus even kneden. Stuif je bloem op de bank. Je ziet, als je deegje uitrolt, die hele kleine vezeltjes van de citroen. En wat je me ook ziet doen, dus niet doorrollen, maar omdraaien. Weer omdraaien. Het eeuwige probleem met mensen die deeg uitrollen, die gaan te lang door. En dan zit het muurvast op de bank. Dan krabbelen ze het weer bij elkaar, maar dan is er ondertussen al 2-3 handen meel aan toegevoegd. Dan wordt het niet lekkerder van. Kijk, en nu, Stella, dat is heel belangrijk dat we met de rolstok zoeken naar dikke of dunne plekken. Dit is overal een euro, zie je? Dit is niet zo makkelijk, ik zeg het eerlijk. Stel je voor dat dat moeilijk te lossen is, dan pak je een krabbertje. Kijk, en dan doe jij zo. Zie je? We gaan 4 en 3 onder elkaar. Pak jij ze maar. Meestal leggen we ze in verband, maar nu doen we gewoon even 4 keer 3. Ik moet nog even het deegje opnieuw uitrollen, Stella. Want ik moet gewoon 24 plakjes hebben. Gaat wel, hoor. Pak jij ze weer even. Wij bakkers spuiten het natuurlijk op in een spuitzak. Maar als je een ijsknijper hebt... Nou ja, goed. Kijk, dit kan ook. Als je de spuitzak ingewikkeld vindt. Ik zit er ruim 25 gram, maar dat weet ik ook niet precies. Maar we maken het wel op, dus nu heb ik nog een heel klein beetje. Dan ga ik gewoon hier en daar even wat bij doen. Zodat alles, ze moeten allemaal even groot zijn, zie je? Wil jij ook proberen? We moeten mooi zijn, kijk. Voorzichtig erop leggen en dan met de holte van je hand. Ja, nou goed. Het is lastig om het heel te houden, zie je? Maar dan, kijk, dat druk je weer even terug. Want daar krijg je straks niet veel meer van te zien. Ik heb hier een half ei. En daar doe ik even een dooier bij. Dit noemen we een rijk strijksel. Ik strijk hem met ei. En dan 5 amandelen. We gaan het royaal doen. Met de punt naar binnen. Er zijn een heleboel bakkers die halve amandelen gebruiken. Die worden dan gesplitst. Dan zie je een hele amandel, maar het is een halve. Nou, gaan we niet doen. Kijk, Stella, dan pak je, dat doe je zo. Je moet gewoon een handje amandelen nemen en dan zit je er zo bovenop. Snap je dat? Dat gaat sneller. Ze worden nu gestreken. De amandel die krijgt ook nog eventjes een klein strijkje. En dan laten we ze een kwartier staan. Dan gaat die eerste strijksellaag die gaat aandrogen. En dan glimmen ze ongelooflijk. Dus we hebben een kwartiertje gewacht. Dan is dat strijksel, dat ei-strijksel, dat ei-dooierstrijksel is opgedroogd. En dan gaat die gelijk in de oven.
210 graden met luchtcirculatie, 15 minuten. Heb je dat niet, stilstaande warmte, doe er dan 20 graden bij. We gaan het zien. Nou, toen ik leerling was in Delft, dan kwam er een plaatgevulde koek uit de oven. Dat was als volgt gedaan, he. Dus strijken, amandelen erop. Daarna weer strijken, even wachten en dan glimt het zo. En dan deden ze een sloof af en dat ga ik nu echt niet doen, want ik vind dat dat niet kan. Eventjes die doek eroverheen laten gaan. Ja, het is geen goocheltruc, maar hij gaat nog meer glimmen. Je laat het dan een half uurtje afkoelen en dan ging die bakker trots de winkel in en dan werd die schaal in de etalage gezet. Ik ga er nu één doorsnijden. Kijk, zie je, de spijs is zacht, het deeg is krokant. Als die rand krokant is en de spijs is zacht en de amandelen die zijn krokant, dan weet je dat die dag gebakken is. En na een dag wordt alles zacht. Maar juist dat contrast, dat maakt het zo lekker.